Ja, de Vos is hier toch niet? Ja, het is omdat ik zit hier met een serieus ei en ik zou niet willen dat dit ook nog afpakt. Ik had 15 kiekens vroeger, 15. Samen met mijn vrouw, allemaal biologisch gekweekt. Totdat meneer de Reinhard hier een beetje rond ons erf kwam dwalend. Ja, mijn vrouw vond dat al vervelend van in het begin. Die werd er echt een stresskip van, maar ik bleef zei. Ik zeg, zoetje, maar is vegetariër geworden. Ik zeg, voor zijn geloof en ook omdat het beter is voor het milieu. Want dat was wat de snoodaard dus tegen mij bleef beweren. Ja, ja. Dus natuurlijk kwamen wij op een bepaald moment zo wat verder van ons erf. En begonnen wij zo ja, een beetje rond te wandelen, een beetje rond te kijken, een beetje te kukkelkuren. Totdat hij 11 van mijn prachtige kippen met nuggets dus gewoon heeft opgefret. Zelfs ons dochter Koppen, ons lievelingsdochter, heeft hij gewoon in koelen bloed de strot afgebeten. Mijn vrouw komt dan nooit meer te boven. Wat is dat, een kieken zonder koppen? Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Ik zit nu op dat ei te broeden. Want die van ons broedt op een plan om dus meneer Reinhard zelf ook een koppeke kleiner te maken. En daar had hij wel anders kraaien. Ja, goed. Ik ga weer een beetje gaan zitten. Dat stuk krapul van een Reinhard de Vos moet weg uit onze bossen. Dat komt hier in onze streek zomaar doen waar dat hij goestingen heeft. Dat liegt en dat bedriegt. Dat steelt en dat moordt. Doet overal zijn gevoeg. Genoeg! Die charlatan die werkt niet. Dat is te lui om te helpen donderen. En dat profiteert hij nog van ons. Van ons. Brave burgers. En die profiteur die moet van onze vrouwen afblijven. Hè? Vooral van die van mij. Eigen vrouw eerst, zeg ik altijd, meneer. Het is toch waar? En dan trekt hij potverdorie, ik weet niet hoeveel kindergeld mee aan zijn gevos. Wie denkt hij wel dat hij is? Dat hij naar zijn eigen land teruggaat, die vuile rossen. Wat? Die is van hier. Die komt niet van over het water. Dus we kunnen die niet buiten gooien. Zo? Zo, of meer zo is eerst met een goede kant? Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Ik heb alleen maar goede kanten. Dus, Reinhard. Ik steun mijn man is hierin volledig. Die Vos is dus wel onverwacht mijn hol binnengedrongen, hè? Mijn huis, bedoel ik. Ik was dus helemaal alleen thuis, overgeleverd aan de grillen van die schoft. Zijn poten zaten overal. Oh, ik werd er heel opgewonden van. Kwaad, bedoel ik. Heel, heel kwaad. Ik heb hem van mij proberen afduwen, maar dat ging natuurlijk niet, want hij is zo sterk, zo viriel. Hij heeft mij gekrapt, gebeten in mijn hals, in mijn nek. Oh, hij heeft mij alle hoeken van de kamer laten zien. En dat was heel confronterend, want ah ja, ik had totaal niet in alle hoeken gekuist. En je moet niet denken dat hij mij heeft gebeld achteraf om zich te excuseren. Dus ja, ik vind absoluut dat hij een lesje verdient. Ik zou wel weten hoe dat ik hem moet straffen. Ah. Zwat, moeten jullie de plaats delictus niet filmen? Ik kan jullie alle hoeken van de kamer laten zien, hè? Ah ja, ze zijn gekuist nu, dus... Kom. Bakken ze! Wat is met dat voor uite? Ik heb du champagne gevraagd en niet deze brol de bazaar! Ja. Was dat hier dat ze bezwaar hebben van mij? Ligt mijn coiffure een beetje goed, zo. Ah, merci bien. En vergeet de toosjes niet met de caviar! Ja. Wat was de question? Ah ja, over die Renard Reinhard. Bref, ik kan daar kort over zijn. Hij heeft mijn saucisson gepikt. Hij gaf
Niet zomaar een saucisson de jambon. Nee. Een hele dure saucisson. Hm? Avec des épices chinois et avec des tomates séchées. Et, als ik eraan denk, de l'eau dans la bouche. Alors, waar blijven die toosjes? Ja. Ik had dus niks niet meer om te eten, hè? Hm? Niet saucisson, niet toosjes. Rien du tout. Et, ik kwam dus bijna littéralement om van de honger, ja? Le faim, j'avais faim, à faim. Hm? Il faut le dire, ik was bijna dood, hè? Ja? Meur. Oh, mon dieu, comme j'ai faim. Oh, je vais mourir. Oh, j'ai faim. Adieu. Ah. Voor wie waren die toosjes? Agender. Non, attends, dis c'est pour moi. Courtois. Ja, dus Reinhard de Vos. Ik kan er eigenlijk weinig over vertellen, want ik ken die eigenlijk niet. Wat? Mijn blauw oog? Tegen een boom gelopen, hè. Ja, ik kan soms van die stommiteiten begaan dat je denkt. Mijn en ik? Ook van tegen die twee keer tegen diezelfde boom. U denkt dat ik nu mij van Krommenaas gebaar en dat Reinhard de Vos aan mijn kop getrokken heeft. Kan dit gesprek misschien anoniem gebeuren? Dank u wel. En je bent zeker dat zo niemand mij gaat herkennen? Misschien kan ik zo mijn stem wat veranderen, dat zo niemand... Mijn naam is Haas, Kiewaert Haas. En inderdaad, ja, Reinhard de Vos heeft aan mijn kop getrokken, ja. Was zo goed? Ja? Ja, dan ga ik hier eens afronden, hè, mannen, want ik heb eigenlijk liever niet dat ze ons hier samen zien, snap je? Ja, goed, dag. Oh, zeg, dat gaat er moeilijk af. Wat een vettige plek. Ja, dat is al beter. Oh. Ik snap eigenlijk niet waarom dat iedereen altijd zo klaagt over onze Reinhard. Ja, het is een sloddervos. Hij laat zijn sokken overal slingeren en zijn vuil borden ruimt hem niet op. Maar ja, dat doet uiteindelijk toch elke man. En ja, oké, met de kinderen sta ik er dikwijls alleen voor. Maar ja, hij is ook altijd op jacht, hè? Altijd maar werken. Hij zegt dat slechte tijden zijn. Allee, pak nu bijvoorbeeld vorige week. Bracht hem alleen maar kip mee. Ja, maar op den duur weet je ook niet meer wat je er allemaal mee moet maken. Kippennuggets, kippensoep, kipfidee, met een beetje geluk. Coq-au-vin. Oeh. Je hebt mijn konijn gezien. Ah, ja, nee, dat zal dan waarschijnlijk voor mijn verjaardag geweest zijn. Hè. Zou dan wel de eerste keer zijn dat hij mijn verjaardag niet vergeet. Dat zal toch zeker weer niet voor die snoerie van de Waaslandhof geweest zijn, hè? Heb jij de hoeken van die huis al eens gezien? Zo smerig! Wat zie ik daar nu? Is dat... Zeg, dat is nog niet weg, hè? Zie je? Allee, wat zijn de klachten nu weer al over die Reinhard de Vos? Verkrachtingen, wildplassen, kiekenfretten, bla bla bla, blibli, worsten pikken, treinstakingen, opwarming van de aarde. Oh, Jesus. Waar vallen ze mij toch altijd mee lastig tegenwoordig? Er zijn toch belangrijkere dingen in het leven? Gaan jagen, een feestje hier, een speechje daar. Ik kan eens gewoon een fietstochtje maken, maar nee. Altijd maar klagen. Soms denk ik echt, zet die plaat eens af. Allee, wie gelooft die mensen nu nog? Dat is al even geloofwaardig als met een horoscoop van deze week. Ik ben een leeuw, hè. Ik zou de juiste beslissing moeten nemen of mijn carrière komt op de helling te staan. Geldgewin zou een slechte raadgever zijn. En mijn relatie zou in een dieptepunt belanden. Dat laatste, dat klopt wel, ja. Mijn relatie is al jaren een dieptepunt. Maar van geld ben ik nog nooit ongelukkig geworden, zo. En wat dat mijn carrière betreft. Wie gaat mijn kroontje komen afpakken? Hm? We zullen de problemen wel oplossen. Als ze zich stellen. Huh?
Edelachtbare koning Nobel, leden van de jury. Mijn cliënt en neef, Reinhard de Vos, wordt onterecht beschuldigd van een aantal zware misdrijven. Zo wordt hem de diefstal op de worsten van Courtois ten laste gelegd. Maar deze waren, volgens bewijsstuk 17, het rechtmatige eigendom van Thibert de Kater. De facto pleegde Courtois dus mijnheid in deze. Ook de zogezegde moord op 11 kippen was een spijtig misverstand. Reinhard wou ze gewoon leren vliegen. Naar de hemel. En sinds wanneer is een daad van wederzijdse liefde met iemand van een ander ras in casu haar Sinde de Wolvin een misdrijf? Dit, beste leden van de jury, ruikt naar karaktermoord. Is het omdat hem Ros is? Of omdat zijn moeder uit de Rosse buurt kwam, zijn vader dronk? Niet alle vossen hebben streken. Denken we maar aan Sabine de Vos, Ingrid de Vos, Luc de Vos, die ons zoveel mooie liedjes heeft geschonken. En wat zou een barbecue voorstellen zonder de Vos? Lemmes. In dit rijtje van iconische vossen hoort ook mijn cliënt thuis. Let op mijn woorden, leden van de jury. Als u het toestaat, zal Reinhard de Vos nog geschiedenis schrijven. Daarom eis ik de vrijspraak.